Allereerst dank u wel dat ik in het programma mag zijn. 18 jaar is... Voel je je thuis? Ja, absoluut. Ja, ik voel me thuis. 18 jaar, waarvan 12 jaar in het buitenland. En 6 jaar in Nederland. Dus 6 jaar in Nederland is in principe al hoog voor drugshandel. En 12 jaar in het buitenland is ook redelijk pittig, zeg maar, voor drugshandel. Dus bij elkaar 18 jaar, vandaar 18 jaar. Zo. Ja. Even terug naar die 12 jaar dat je in het buitenland gevangen hebt gezeten. Nederland kenmerkt zich door een humaan gevangenisbeleid. Ja. Haal eens even een herinnering op hoe jij daar in het zuiden van Europa in de gevangenis zat. Ja. Nou ja, allereerst, ik heb daar geen 12 jaar gezeten, maar ik heb daar 12 jaar gekregen. Ik heb daar uiteindelijk 5,5 jaar heb ik daar gedetineerd gezeten, maar ik weet nog de allereerste keer dat ik daar... Hoorde je dat goed? Ik heb daar uiteindelijk 5,5 jaar gedetineerd gezeten. Dat zei hij. Mooi. Gaan we even doorspoelen. Even kijken, dan gaan we naar de... What minute mark was dat? Het gevolg was dat daardoor zowel mijn vrouw, die heeft 2 jaar in voorarrest gezeten, omdat ze mijn vrouw was. Niet omdat ze wat had gedaan, maar omdat ze mijn vrouw was. 2 jaar in voorarrest, we mochten elkaar niet zien, niet bellen, niet schrijven. We werden 2 jaar geïsoleerd van elkaar, omdat ze mij wilden breken. Ze wilden dat ik ging. Ze praten natuurlijk. En al die jongens die in mijn rechtszaak zaten, dat waren allemaal jongens die hadden misschien een keer 1000 pillen gekocht of 1500 pillen gekocht, maar niet van mij. Van mijn distributeur. Ja. Maar die hebben ze gewoon in jouw zaak dan gestopt. Dus dan heb je in één keer een organisatie, ook in Portugal. Terwijl je helemaal geen organisatie hebt, want je was gewoon met 2 mensen of zo bezig. Maar die zaten ook allemaal zo lang in voorarrest. En daar begon ik rot te vinden voor die jongens. Dus toen uiteindelijk, toen we voor moesten komen na 2 jaar, toen heb ik tegen de rechter gezegd van de enige echte boef die hier in deze zaal vandaag bezig is, dat is Jochem Toet. De enige echte boef. Als mijn vrouw niet doet wat ik van de vraag, sla ik het helemaal wezenloos. Ja. En die jongens, die ken ik niet. Dus als je wil weten hoe het allemaal zit, hier ben ik nu bereid om te vertellen hoe het allemaal zit. En toen heb ik gewoon alles op me genomen. Uiteindelijk met als gevolg dat mijn vrouw is vrijgelaten, die jongens allemaal zijn vrijgelaten. Alleen ik niet, ik kreeg 12 jaar. Wat is dan je perspectief? Ja, niet 12 jaar. En dan nog 6 in Nederland hebben. Ja. Alleen mijn idee was van, 2 jaar, ik ben nu klaar, ik accepteer mijn straf, ja. Ik ga niet in hoger beroep. Dan kan ik met de WOTS naar Nederland, dan krijg ik daar misschien maximaal 4 jaar. Ja. Nou, met die 6 en dan een stukje aftrek voor de rest, 2-3 jaartjes, ben ik buiten. Dat dacht ik. Ja. Alleen dat ging niet zo. Ja. En dus ik heb 10 jaar heb ik uiteindelijk gezeten. Wat? Dus dat viel even tegen. Ja. Huh? Nou, waar begin je? Ja. Dat is van dag tot dag overleven. Ja. Ja. Alleen het mooiste, dat is misschien toch wel goed om te vertellen. De eerste 3 jaar was rollercoaster, dat was niet te bevatten. Alles wat ik om me heen zag begon mijn hart te veranderen. Maar nadat ik eindelijk alleen op een cel terecht kwam. Na 3 jaar? Kwam, daarna, die 7 jaar, heb ik totaal anders ervaren. Dus? Wat gebeurde in die cel? Huh? Vocht u het nog, Nederlands? Hetzelfde interview. In het begin zegt hij, ik heb 5,5 jaar gezeten. En aan het eind later zegt hij, ik heb 3 jaar eerst gezeten op een cel. Waar ik overdag sliep. Kan je het hele interview horen? Ik sliep overdag. Dus er was ook geen dagprogramma dan of zo. Dat je maar in je cel kan blijven overdag. Hè? Want s'nachts had ik mijn ogen open. Want er werden zelfmoorden gepleegd. En het was allemaal verschrikkelijk. Met z'n 20 op een cel. Met de play op de cel zelf. Nou, het was net een jungle. Ja. In elk geval, na 3 jaar kreeg ik mijn eigen cel. En toen heb ik daar nog 7 jaar gezeten. Nou, dat zijn er dan 10 totaal. En over die 6 jaar in Nederland. Nadat ik dan in Nederland kwam. Daar hoor je hem helemaal niet meer over. Hoe wonderbaarlijk... hij dat dan niet meer heeft hoeven uit te zitten of wat dan ook. En in de gegevens van de burgerlijke stand in Nederland staat dat hij in 2007 met Brenda is getrouwd, die daarvoor Brenda Reis heette. En zo valt hier wel meer over te zeggen. Maar in één en hetzelfde interview spreekt evangelist Jochem Toet zich
zelf tegen over het aantal jaren dat hij in Portugal gevangen zat en in Portugese kranten uit die tijd staat dat ene Ricardo Huppelde Pup doet. Daar gevangen zat samen met ene Brenda Reis. En de vader van Brenda Reis woont in Setúbal in Portugal. Nou, en sinds deze man zich uitgeeft voor eeuwige list, nou, hij brengt het schevangelie van de New Apostolic Reformation. Het is geen dienstknecht van Jezus Christus. Dienstknechten van Jezus Christus spreken zichzelf niet tegen. Die liegen niet. En ik ben deze kermis helemaal zat. In Nederland. Moet je nou die Hillsong-bende weer kijken wat eruit komt. Nou, mijn vader is dit zat. Wat denken jullie daarvan? Verklaar je eens nader, Johan Toet. Je spreekt jezelf echt gewoon helemaal tegen in dit interview. En hier komt nog wel meer achteraan. Oh jawel. Ik ben het zat, die hele leugens. Mijn vader is het zat. En ik zeg het. Want hij is het zat. Hij zal jullie leugens wel ontmaskeren, hoor. Echt wel. Op zijn tijd. Oh, en ik zwijg niet en ik kijk niet weg. Want jullie preken een vals evangelie. Om te beginnen. En jullie liegen erin om dat het een lieve lust is zo het jullie uitkomt. En jullie denken dat dat allemaal maar kan. Nou, het kan allemaal. Doordat mijn vader zegt en nou is het klaar. Oh. Hoi.